Dimitri van den Berg, nog een weekje wachten voor je thuisland. Maar je hebt een beetje kunnen proeven hoe het kan klinken, je thuisland. Hoe was het om tegen Remo te spelen? Dat gaat echt niet zo klinken. Nee, eerlijk is eerlijk. Raymond ken ik ondertussen al een heel lange tijd. Hij heeft vroeger, in de jaren 90, tegen mijn pa gespeeld. En ze kennen elkaar heel goed. Vincent kent ook mijn vader. Michael kent mijn vader. Coach Tompe kent mijn vader. Roland Scholte kent mijn vader. Ja, dus ik spreek echt over de mannen van Holland. Dat eigenlijk Darts in de kaart hebben gebracht. Die kennen allemaal mijn familie. En ja, Raymond heb ik gewoon verschillende keren wereldkampioen zien worden. In mijn babyjaren tot jeugdjaren. Ja, geweldig. En ja, dan weet je ook gelijk, je hebt de hardste pot die je maar jezelf kan veroorloven in de eerste ronde in Nederland. Ik denk, ja. En ik weet, het is niet makkelijk, dus ik moet gewoon vol gefocust zijn. En ja, ik deed alles wat ik moest doen, denk ik. Je zegt niet makkelijk, laten we even teruggaan naar vanochtend. Ik heb gisteren even de vluchttijden zitten te spieken vanuit Leeds. Vertel eens over jouw dag. Ja, gisteravond staan we op de Premier League in Leeds. Ik mocht spelen tegen Nathan Aspinall. Maar toen wist ik al dat ik de dag daarna om 7 uur in de ochtend van Manchester moest vliegen. Dus dat is 8 uur hier in Nederland. Wat heb ik gedaan? Ja, jammer genoeg direct verloren. Toch, ja, gedaan wat ik kon doen, geloven in mezelf. En je gaat eruit. Oké, ik zei, weet je wat, Mike? Mac wil ik zeggen, mijn manager. Is het goed dat ik nu mee met de andere jongens ga? Want die zijn denk ik korter bij het vliegveld. Ja, dat is goed. Dan zit je de auto in. En dan was ik maar een half uurtje weg van het vliegveld. Dus vanochtend, 4:30. Dus ik was vannacht om 12 uur, Engelse tijd, in bed gegaan. Om 4:30, Engelse tijd, ging mijn wekker af. Doorgaan naar het vliegveld. En dan moet je hier naartoe komen. En wat heb ik gedaan? Zoveel mogelijk slapen. Dus ik heb 4,5 geslapen in de hotelkamer. Half uurtje geslapen in de auto van het hotel naar het vliegveld. En dan in Amsterdam aangekomen, weer anderhalf uurtje kunnen slapen. En dan heb ik nog 2 uurtjes op bed gelegen, zoveel mogelijk gerust. Gelukkig heb ik me fit kunnen voelen vandaag. En dat moest ik ook tegen een kanjer als Raymond. Hoe moeilijk is het om de Premier League te combineren met de Eurotour? Ja, je moet professioneel zijn, heel klaar. Ik ben iemand, ik hou van uitdagingen, ik hou van nieuwe dingen. En ja, eerlijk is eerlijk, heel de Premier League ervaring voor mij is nieuw. En daar ben ik gek op. Ik ben iemand, dan zet mij in een nieuwe positie en ik ga er zoveel mogelijk aan doen om het geweldig te maken. Maar ben ik niet succesvol, dat is oké. Al hetgeen wat ik meemaak, ga ik bundelen en we gaan er aan de toekomst aan werken. En ik denk dat alle toppers in de wereld van darten hetzelfde gedaan hebben. Ze vragen graag een beetje tijd om jezelf tot deze mooie schijnende diamant te brengen. En dat blijf ik gewoon verder proberen. En laatste vraag, kijk jij naar volgende week? België, ja, natuurlijk, natuurlijk. Maar ik ben weer in dezelfde situatie. Ik en mijn manager hebben gisteravond nog gekeken. Ja hoor. Van Manchester naar België, 6 uur in de ochtend. Hey, nog een uurtje vroeger. Bravo, Dimi. Maar dan kom je wel in een warm bad. Nee, dat denk ik niet. In je thuisland, voor eigen publiek. Geen warm bad? Ja, oh, zo broeien. Nee, ik was echt aan het denken, warm bad als een warm bad. Ik was niet mee met jou. Nee, zoals ik net gezegd heb, volgende week moet ik vliegen om 6 uur in de ochtend. Er is geen enkele andere vlucht. Het is of 6 uur in de ochtend of 8:45 in de avond. Ja, dan mis ik mijn wedstrijd totaal. Dus ja, ik hoop gewoon dat zodra ik in Brussel aankom, dat ik de hotelkamer in kan en ook weer zoveel mogelijk kan slapen. Dat is mijn doel. Maar eerst... morgen. Dat is het belangrijkste nu. Dimi, succes morgen. Dankjewel. Hopelijk super. Zeker wel.